Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van november laten zien. Het zijn best wel veel producten. Het is een hele volle doos geworden. Ik had dit keer weer een maand waarin ik heel veel producten fijn vond. Mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik nou heel erg fijn vond van de maand november, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een oogschaduwpalet en dat is dit oogschaduwpalet van Catrice. Dit is het Professional Artist Eyeshadow Palette. En deze heeft de naam 010 The Keys Peace gekregen. Er zitten 16 long-lasting oogschaduwkleuren in. Ze zijn zowel mat als shimmer, deze kleuren. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Je kunt eigenlijk al wel zien dat het goed gepigmenteerde oogschaduw is. Want je ziet duidelijk waar ik in heb gedipt. Ik vind het echt hele mooie kleuren. Het is heel erg gecombineerd eigenlijk. Er zitten een aantal nude kleuren in. Maar ook zeker een aantal kleuren die wat feller zijn. Wat rood tinten. Ik vind dit ook een heel geschikt paletje voor bijvoorbeeld de feestdagen. Als je een beetje van rood houdt. Echt een heel erg mooi paletje. Mooi formaat ook. Echt een tof palette. Dan heb ik twee lippenbalsems. En deze zijn van Max & More. Ik heb deze in twee kleuren. Zit hierin. Ze zitten in het doosje. Maar het doosje is niet zo heel erg handig. Ze vallen er heel gemakkelijk uit. Twee kleurtjes zoals ik zei. Een donkere en een lichte. Dit is de lichtste kleur. Die heeft de naam 341 Tiger Lily. Ze zijn echt heel gepigmenteerd. Je kunt ze omhoog en naar beneden draaien. Ze zijn echt super fijn. Voelen zacht aan op de lippen. Ik was er heel enthousiast over. En deze donkere kleur. En deze heeft de naam 346 Voluptueuse. Ik vind de namen een beetje lastig. Maar het zijn echt hele fijne gepigmenteerde lippenbalsems. Van de Action. Even kijken hoor. Ze zijn mat. En ze geven je lippen ook nog wat verzachting, zeg maar. Dat klinkt eigenlijk niet helemaal goed, maar ze verzachten je lippen. En een zachte glans. Dus mat en een zachte glans. Ja, een klein beetje glans komt eraf, maar niet heel erg veel. Maar echt hele fijne lipproducten. Dan heb ik een highlighter palette van Essence. En dit is het Go for the Glow highlighter palette. Je hebt deze in twee varianten. En dit is de 01 The Cools. Dit is een variant met lichte kleuren. In dit palette zitten drie super gepigmenteerde highlighters. Je hebt een roze, een witte en een blauwe. Super gepigmenteerd allemaal. Er zit ook een kleine spiegel in. Ze zijn wel poederig. Dus dat betekent vaak al dat er veel pigment in zit. Wel raad ik aan om de highlighters heel goed in te blenden. Want anders is het echt wel een beetje te. Maar het zijn wel hele fijne highlighters die veel pigment hebben. En het doosje is ook super leuk. Het is echt een heel fijn palette. Dan heb ik een eyeshadow quattro palette van Max & More in de 605 Smoky Story. Dat is deze. En dit is een paletje met smoky kleurtjes erin. Het is een klein paletje met vier kleurtjes. Er zit ook een klein applicatortje bij. Maar dit zijn de kleuren wit, zwart, zilver en paars. Op de camera komt het iets anders over. Maar dit zijn de kleuren die erin zitten. Bevatten wel op pigment. Je kunt hier een mooie smoky eye mee maken. Maar het is niet een hele intense smoky eye. Vind ik dat op zich niet heel erg. Want vaak is dat wel heel heftig als je een hele intense smoky eye hebt. Je hebt dit palet trouwens in verschillende kleuren. Maar wel een heel fijn palet. Dan heb ik van Catrice een nagellakje. En deze komt uit de Ico Nails lijn. Dit is een gel lakker in de kleur 20 Black to the Roots. Heel mooi lakje, goed dekkend, heeft zo'n dubbele top. Die je nagels gewoon heel prima zwart lakt. Ze beloven bij deze dat je geen top en base coat nodig hebt. Ik raad altijd wel aan om dit te doen, omdat ik het zelf niet zo'n succes vind. Hij blijft zeker niet, volgens mij belooft hij 15 dagen te blijven zitten. Oh nee, 7 dagen te blijven zitten, sorry. Dat zie ik zelf niet, helemaal niet zonder base en topcoat. Maar ik vind het wel een hele mooie, intense zwarte kleur. Dan heb ik nog een lipsetje en deze is van Miki. Ziet er super leuk uit. Ook leuk om cadeau te doen. En hier zitten 4 lipproducten in.
ga ze er even uithalen voor jullie. Allereerst zit hier een lippenstift in. Ze hebben allemaal één kleur trouwens. Dat is de kleur 366 Pink Kiss. Dus alles heeft deze intens roze kleur. Die. Dan heb je ook een lippenbalsem. En dat is het enige product wat ik iets minder fijn vond aan dit paletje. Of aan dit setje. Want die vind ik niet zo gepigmenteerd. Hij heeft wel een heel intens roze kleur. Maar dat zie je eigenlijk bijna niet terug op je lippen. Dus dat vond ik wel jammer. De lipgloss is ook super tof. Het is wel een klein verpakkingje. Maar ook heel erg mooi aansluitend bij alle andere kleuren. En het laatste uit het setje is een potloodje. En dat is ook een heel mooi lippotloodje waar je je lippen heel erg mooi mee kunt omlijnen. Dan heb ik een aantal producten uit een limited editie. En deze is van Catrice en dit is uit de Dr. Blur line. Of eigenlijk heette het Blurred Lights. Ik denk gelijk aan dat nummer, zeg maar. Allereerst heb ik een smoothing face primer. Dat is deze. Heeft deze nog een naam? Nee, dat niet. Is gewoon een hele fijne primer die zacht aanvoelt op het gezicht. Klein tubetje, maar voelt verder prima aan. Daarin zat ook een mousse. En dit is een mousse die neemt de kleur van je eigen huid aan, zeg maar. Dus hij past zich aan de kleur die je hebt. Dus toen ik hem zwart zag, vond ik hem echt donker. Maar uiteindelijk viel hij echt heel erg licht uit. Ruikt ook oprecht heel erg lekker, maar hij past echt heel erg goed bij mijn huid. Dat werkt echt. Hij heeft zich echt aangepast aan de kleur van mijn huid. En het laatste wat erbij zat was ook een poeder die ik dicht laat zitten. Want dit is loose powder. Ja, prima. Werkt prima. Goed aan te brengen. Heb ik niet zo heel veel over te vertellen. Maar die paste ook alweer heel goed bij de mousse. Dus wat dat betreft een hele fijne productlijn. Dan heb ik weer twee lipproducten. En dit zijn de Buttersticks van Essence. En ik heb deze in de Glossy Love en in de Matte Love. Allereerst de Glossy Love. Dat is deze. Ik heb een rode. Heeft de naam 03 Strawberry Soft. Strawberry Soft. Ik kan het niet eens uitspreken. Een product wat je omhoog kunt draaien. Heel erg mooi. Goede pigmentatie. Fijn aan te brengen. Echt een hele mooie kleur. En de matte variant heeft de naam 04 Pink Marshmallow. Heeft zo'n kleurtje. Ook heel erg prachtig. Echt goed gepigmenteerd allebei. Je ziet ook echt duidelijk dat welke mat is en welke glans, zeg maar. Echt super tof. En dit kwam doordat er de boter die zorgt ervoor dat je of een glanzende variant of een matte variant draagt. Ik weet niet precies hoe dit zit, maar dat is in ieder geval wat ik ervan heb begrepen. Dus deze twee hele mooie lipproducten. Dan heb ik wederom een oogschaduwpaletten. En dit is het Really Truly Gorgeous Eyes Eyeshadow Paletten. Een oogschaduwpaletten van de Action met 9 oogschaduwkleuren. Luxe doosje ook. Het is gemaakt van wel van karton, maar je hebt echt zo'n opening, zeg maar. Super tof. En dan zijn dit de kleurtjes. Veel pigmentatie. Oh, er zitten ook 2 kwastjes bij waar er nu eentje van valt. Super mooi. Echt super gepigmenteerd. Je ziet duidelijk waarin ik heb gedipt. Maar ik vond het echt een heel fijn palet. Ook een hele mooie spiegel. Leuke tekst er ook bij. Really Truly Gorgeous Eyes. Ik pak even het dingetje op. Want de kat die gaat ermee aan de haal. Echt een heel erg mooi palette. Voor echt een low budget prijsje. Dan heb ik nog een lipproduct van Essence. En dat is de Kiss the Mermaid Lipstick. En dit is een lipstick die dus de kleur aanneemt van je lippen. Want als je dit ziet, schrik je. Hij is blauw. Als je hem hebt aangebracht, dan wordt hij roze. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Het kleurt echt mee. Het wordt echt een mooie kleur roze. Wel wat lichter als wat ik zelf graag gebruik. Maar wel een heel erg leuk effect. Ik vind het leuk, een lippenstift ervan. Essence. En dan ben ik toe aan de laatste producten. En deze kwam ook uit een trend editie. En dit is de Fall Back to Nature. Allereerst heb ik een Eau de Toilette. Dat is deze. Ik ben heel slecht in het omschrijven van geuren. Dus
dat is een beetje lastig. Maar deze ruikt echt heel lekker. Ik weet niet wat voor noten hier zijn gebruikt. Ik kan het ook niet zo heel goed lezen. Het is ook allemaal Engels. Maar het flesje is ook heel erg leuk, want er staat love in. Als je hem zo houdt. Ik denk niet dat het voor jullie zichtbaar is, maar er staat dus love in. Echt super leuk gedaan. Super fijn, lekker geurtje. Dan heb ik een highlighter en blush palette. Dat is dit palette met de naam 01 You're So Beautiful. Ik heb de naam van het geurtje niet genoemd en die was 01 Fall in Love overigens. Maar dit palette is ook super gepigmenteerd. Er staat namen bij, ze ruiken lekker. Het ruikt echt super lekker. Het is echt... Ja, ik vind het echt super top. Ik moet wel zeggen dat ik niet alle highlight en alle blush kleuren even goed vind passen. Maar ze zijn wel bij elkaar afgestemd. Dus de bovenste is de highlight en de onderste is de blush. Niet alle kleuren vond ik even mooi. Maar er zitten zeker hele mooie kleuren in die ik graag gebruik. Ik ben zelf meestal wel iets van de wat koelere highlighter. Dit zijn de wat warmere highlighter tinten die hierin zitten. En daar worden ook nog een oogschaduwpalet bij. En dat is het. Deze heeft de naam 01 I Love Fall Most of All. En dat is deze. De bovenste rij zijn shimmer kleuren en de onderste rij zijn matte kleuren. Passen heel goed bij elkaar, maar zeker heel erg leuk om hier mee te spelen en mooie ooglooks mee te creëren. Dus ook een heel geschikt palette. Ik moet wel zeggen, één nadeel vind ik, dat dit is van karton. Dus je ziet wel heel erg snel viezigheid. Dat vind ik dan altijd wel weer een beetje zonde, maar... Ja, een heel erg mooi palet in ieder geval. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van november. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vind echt wel dat er weer hele mooie producten bij zaten. Ik ben ook blij dat ze nu weer terug in mijn stash kunnen. Zodat ik ze ook weer lekker vaak kan gaan gebruiken. Want als ik een product heb wat fijn is, dan gaat het in het doosje. En dat raak ik dan ook de rest van de maand niet meer aan. Omdat ik dan weet dat ik het in het doosje moet laten zitten voor de video. Ik ben wel benieuwd of jullie hier een product van hebben gezien die jullie zelf ook heel fijn vonden. Of waarvan je denkt, goh, het lijkt me leuk om het ook eens te proberen. Laat het me zeker weten bij de comments. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog en dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!